Dag dames en heren, volgend weekend dan is het zover. Dan staat Eindhoven op zijn kop vanwege Roze Zaterdag. Een aantal grote massafeesten en nog tal van andere evenementen vinden dan plaats. Allemaal in het kader van de homo-emancipatie. Wat gaat er precies gebeuren en is het nog wel nodig anno 2014 om die aandacht aan zo'n specifieke groep te geven? Ik ga het vragen aan de voorzitter van de organisatie van Roze Zaterdag, Tom van den Nieuwhuizen. Welkom bij Spotlight. Ja, meneer van den Nieuwhuizen, welkom. We zitten deze week weer bij Piet Hein Eek in de expositieruimte, de Wonderkamer. Dus dat ziet u een beetje op de achtergrond. Meneer van den Nieuwhuizen, u bent gemeenteraadslid van GroenLinks en voorzitter van Roze Zaterdag. Nou, volgend weekend dan gaat het allemaal gebeuren, de Roze Zaterdag hier in Eindhoven. Misschien eerst maar even, wat is Roze Zaterdag precies voor de mensen die dat niet zo kennen? Nou, Roze Zaterdag is de oudste gay pride van Nederland. Ooit ontstaan na het bloedig neerslaan van de emancipatieprotesten in Amsterdam. Het is begonnen als een soort herdenking en eigenlijk ieder jaar daarna gevierd. Als een soort emancipatiebevrijding, het laten zien van de diversiteit in het land. En Roze Zaterdag gaat ieder jaar naar een andere stad toe. En ieder jaar wordt dat dus op een andere plek in het land wordt dat gevierd. En daar zijn allerlei zaken uit voortgekomen, zoals bijvoorbeeld de Gay Pride die we kennen uit Amsterdam. Maar de oorsprong ligt heel erg bij de Roze Zaterdag. Ja, dus wat voor activiteiten zijn er dan allemaal volgend weekend? Nou, het weekend is heel breed. Het gaat van voorlichting, debatten, werkgelegenheid, je veilig voelen op de werkplek, tot aan gewoon feestvieren, tot aan voorlichting, tot aan het laten zien van alle verschillen die dat er zijn binnen de homo-wereld. De transgenders, de lesbo's, de biseksuelen. Dus het is een heel breed programma waar dat eigenlijk alle facetten van de homo-wereld of de holobie-wereld, zoals we dat dan zo heel mogelijk zeggen, en daar inclus ook de transgenders laten zien. Oké, maar dat klinkt heel breed, maar gaan we straks, hè, de massale feesten zijn dan toch het meest in het oog springend. Worden dat feesten zoals we die ook kennen van de Gay Pride, met allerlei uitgedoste mensen? Die... Ook, ja, ook. Zeker op het Stadhuisplein. Op het Stadhuisplein is vrijdag bijvoorbeeld de danssalon. Nou, de danssalon die kennen we natuurlijk nog van vroeger, hè? Dat is Eindhoven's trots. Dat is heel erg extrovert. Daar ga je ontzettend veel zien met dansers, waarschijnlijk ontblote lichamen, opmaak, verkleding. Dus ja, daar ga je echt wel excentrieke dingen zien. Hetzelfde bijvoorbeeld in de parade ga je waarschijnlijk alle diversiteiten zien, dus ook dat. Rapido op het Stadhuisplein op zaterdag, dat is een feest, hardcore, dancefeest, heel erg gay scene. Nou ja, en als je nu naar die feesten toe gaat, dan zie je daar mannen in ontbloot bovenlijf feesten. Dus dat ga je waarschijnlijk daar terugzien. Nou, op de Stratumse Dijk hebben we van oudsher eigenlijk altijd travestie. Dus daar ga je die diversiteit zien. Terwijl je bijvoorbeeld op de markt een veel globaler, algemener programma gaat krijgen. Wat misschien een veel bredere doelgroep aanspreekt. Maar die diversiteit ga je aan alle kanten zien Oké, want als een van de doelstellingen is om weer bij te dragen aan de homo-emancipatie, dat werkt niet altijd op het moment dat mensen met een gezin daar lopen, als ze dan daar die excentrieke types zo zien dansen. Ja, dat is een hele lastige die je daar zegt. Want daarmee ga je ervan uit dat je maar gewoon moet doen en dan doe je gek genoeg. En dat je daarmee acceptatie krijgt. Maar juist door het laten zien van diversiteit overal, wordt diversiteit geaccepteerd. Als we tegen iedereen zeggen, je moet het gemiddelde zijn, dan zeg je eigenlijk tegen iedereen, je mag jezelf niet zijn. Dus wat dat betreft ben ik heel erg overtuigd van het feit dat als we de diversiteit laten zien van mensen, en niet alleen in dit weekend, maar vooral ook altijd in deze stad, dat mensen ook zichzelf durven te zijn, wie ze dan ook zijn. En als we elkaar accepteren zoals we zijn, dat iedereen kan excelleren in zijn eigen talenten en niet constant zich hoeft aan te passen aan die gemeenschappelijke deler en die grijze muis in de maatschappij. Ja, natuurlijk, alleen juist dat excentrieke, dat wordt soms ook wel een stereotype, waar ook heel veel homo's zich helemaal niet in herkennen, want zo ben ik niet, zeggen ze dan. Dat klopt. Ja, dat klopt. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar dat zie je in
iedere cultuur, hè, de hetero's, hè, om ze dan maar even als groep te pakken. Daar heb je ook excentriekelingen en niet zo excentriekelingen. Je hebt de boer die er echt bij loopt in een kloffie, waarvan die zegt, ja, maar daar herken ik me niet in. Als dat het stereotype homo hetero is, is dat niet wat ik, waar ik me in herken als hetero. Maar dat vinden we niet zo bezwaarlijk, want dat is natuurlijk de grote groep. En als je hem dan naar een minderheid pakt, dan geldt daar natuurlijk precies hetzelfde. Die diversiteit binnen die groep homo's en lesbo's is net zo groot als binnen de hetero's. Alleen ik denk dat heel veel homo's en lesbo's op het moment dat ze eindelijk uit de kast zijn en vrede hebben met wie ze zelf zijn, misschien ook wel wat makkelijker die dingen die ze heel graag doen of hoe ze zich willen uiten laten zien aan de wereld. En daar wat minder terughoudend in zijn dan misschien de gemiddelde hetero. Omdat ze al over een moeilijke drempel heen zijn. Precies, ja. 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 Nou is er natuurlijk best wel een strijd ieder jaar welke stad die Roze Zaterdag mag organiseren. Waarom is het zo gewild voor steden? Nou, het is het draagt ontzettend bij aan de zichtbaarheid van allerlei groepen mensen in je stad. We weten sinds Richard Florida eigenlijk al dat het ontzettend belangrijk is in een kenniseconomie dat je een ruimhartig en verwelkomend klimaat hebt in je stad voor homo's, voor lesbo's. Omdat dat heel erg bijdraagt aan de creatieve klasse in je stad. En de creatieve klasse, dat zorgt weer voor economische spin-off. Nou ja, dat is het economisch verhaaltje. Daarnaast is het ook een city marketing event. Op het moment dat je laat zien dat jij als stad een stad bent die iedereen verwelkomt zoals die is, draag je daarmee ook bij aan de gastvrijheid van je stad. Dus ook dat is gewoon interessant. Nou ja, en laten we wel wezen, er komen ook gewoon 55.000 mensen naar je stad. Dus dat is natuurlijk ook gewoon heel interessant voor een stad. Dus het is absoluut gewild. En wij zijn er dan ook heel trots op dat Eindhoven het nu voor het eerst mag organiseren. Ja, want oorspronkelijk had Eindhoven het niet gewonnen, maar dan zou het vorig jaar zijn geweest. Ja, Eindhoven wilde het heel graag in 2013 doen. Dat had mede ook te maken met 100 jaar PSV. PSV is een van de partners van Roze Zaterdag. En dan konden we heel veel gave dingen doen, gecombineerd ook in het hele jaar en allerlei dingen. Utrecht heeft het toen gehad, heeft het toen gewonnen, het bid. En op basis daarvan hebben wij ons heroriënteerd van wat is nou wijsheid en wat is geen wijsheid. Nou, toen heeft de Stichting Roze Zaterdag ons gevraagd of wij het alsjeblieft toch wilden organiseren in 2014. Omdat ze ten eerste heel erg onder de indruk waren van ons bid wat we voor 2013 hadden gedaan. Maar ten tweede ook omdat de aanbiedingen die ze hadden gekregen voor 2014 zeker niet het niveau haalden van de aanbiedingen die ze in 2013 hadden. Daar hebben we het over gehad en dat is met eigenlijk veel enthousiasme in de stad ontvangen. Dus op basis daarvan hebben we met z'n allen gezegd, we zetten de schouders eronder en we gaan er gewoon in 2014 iets fantastisch van maken. Ja. Maar waar bent u nou het meest trots op eigenlijk, van hoe het hier in Eindhoven dit jaar georganiseerd wordt? Dat het iets is uit de stad, dat de stad het organiseert en dat het niet een feestje is van maatschappelijk geld, maar dat het gefinancierd wordt door partijen uit de stad, dat het mogelijk wordt gemaakt door allerlei verschillende partijen uit de stad en dat we dus ook zien in de stad dat iedereen op zijn eigen manier iets organiseert of iets doet in het kader van Roze Zaterdag. En die optelsom, dat is wat we dit weekend gaan zien. En dat is, ja, dat wordt echt fantastisch. Maar waar zien we dat dan in de praktijk, dat leidt tot een ander feestje dan het in andere steden zou zijn gegaan? Nou ja, bijvoorbeeld, we hebben Friso. Hè? Friso, wat gestopt is in Eindhoven. Die gebruikt Friso-feest. Friso-feest, ja. Die gebruikt Roze Zaterdag om eigenlijk een soort laatste afscheidsfeest te houden van Friso. Maar ook om samen met de Effenaar het nieuwe homofeest Spectrum te gaan lanceren. En dat doen ze tegelijkertijd in de Effenaar. Dat zijn echte Eindhovense partijen die samen iets organiseren. Je ziet bijvoorbeeld dat allerlei partijen van de politie, van PSV, dat die allerlei Eindhovense dingen aan het organiseren zijn hier in de stad. PSV die gewoon het zelf belangrijk vindt, die in dit roze jaar het roze chapter al heeft opgericht. Die laat zien dat ze diversiteit belangrijk vinden bij de club en nu ook gewoon in een voetbalveld op onze infomarkt komen staan. Weet je, dat is echt Eindhovens. Ja, dat vind ik wel meteen een mooi voorbeeld. Want dat is natuurlijk bij uitstek wel ook de sector waar homoseksualiteit nog bijna niet lijkt te bestaan. Ja, het bestaat daar net zozeer als overal. Ja, daar is misschien ook wel die morus van, nou, doe maar gewoon zoals wij doen en dan hoor je erbij en dan is het geen issue. Ja, nee, maar voor zover voetballers uit de kast zijn gekomen, is het altijd pas na hun actieve voetbalcarrière. Ja, over het algemeen wel, ja. Ja, en dat is echt nog wel een aandachtspunt. En daar is de KNVB gelukkig ook heel erg mee bezig, samen met COC. Maar dat is zeker een uitdaging die we nog hebben. Ja. Wat zou PSV daar nog meer aan kunnen doen? Nou ja, PSV, ik denk niet dat PSV moet gaan stimuleren dat mensen uit de kast komen. Ik denk dat iedereen zijn eigen keuze is wanneer hij dat doet en hoe hij dat wil doen. Wat PSV heel goed doet, is dat zij diversiteit belangrijk vinden. Dat zij bijvoorbeeld met een vooroordelenteam aan alle kanten
discriminatie, hè, op basis van huidskleur, afkomst, seksuele gerichtheid, wat dan ook, ter sprake brengen. Ik vind heel goed dat zij met de Benelink, met vrouwenvoetbal bezig zijn. Waar dat ze natuurlijk ook laten zien dat die diversiteit belangrijk is. En ze zijn nu ook gewoon heel prominent aanwezig en partner van zo'n Roze Zaterdag. En daarmee laten ze ook gewoon zien, het is oké, weet je. Het is hartstikke gaaf, het is goed en die diversiteit mag er zijn. En wij zijn er trots op dat wij er onderdeel van mogen zijn. Nou, volgens mij kan PSV niet heel veel meer doen als club dan laten zien dat het oké is en dat het erbij hoort. Dat maakt wel ook duidelijk wat ze niet kunnen. Want op het moment dat er bijvoorbeeld op een hele tribune homo, homo, homo gescandeerd wordt door 10.000 mensen, daar kunnen ze weinig aan doen natuurlijk. Dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Als er hetero, hetero, hetero gescandeerd zou worden, ja, dan... Dat wordt niet gescandeerd. Nee, dat klopt. Dat klopt. En het zegt ook iets over de maatschappij. Hè. Kijk, homo's blijven een minderheid. Ja. En een minderheid zal altijd opgetrokken wenkbrauwen oproepen bij sommige mensen, vragen oproepen, misschien wat minder begrip krijgen omdat het wat anders is dan wat men gewend is. Ik denk dat iedere minderheid daar tegenaan loopt. Hè. Een invalide loopt daar net zoveel tegenaan als een homo, denk ik, alleen op een andere manier. En als maatschappij hebben wij als taak om met elkaar dat gesprek aan te blijven gaan, maar ook met elkaar te accepteren dat mensen hun wenkbrauwen optrekken en weten dat dat onderdeel is van deze maatschappij en daar het gesprek over te blijven aangaan. Nou, en Roze Zaterdag kan daar heel erg aan bijdragen. Ja. Hoezeer is deze Roze Zaterdag eigenlijk te zien als een activiteit van de gemeente? Ja, niet. Het is nee, want ik weet dat de gemeenteraad er ook nog uitgebreid over gesproken heeft. Ja. En ongetwijfeld de Eindhoven-logo's volgende week wel gewoon ook overal te zien zullen zijn. Waarschijnlijk wel, want we zijn er ook trots op dat we in Eindhoven zijn. En we zijn trots op Eindhoven. Dus wat dat betreft, het is een Eindhovense Roze Zaterdag. Een Roze Zaterdag weekend nota bene, wat voor de eerste keer voortkomt. De gemeente is partner als zijnde, ze ondersteunen Roze Zaterdag. Ja. Dat vinden ze belangrijk voor de stad. Maar voor de rest is het gefinancierd uit de stad. Het wordt georganiseerd vanuit de stad. Ja. En het enige wat de gemeente doet is de vergunning verstrekken daarin. Maar want hoeveel subsidiegeld zit er bijvoorbeeld in? Er zit uiteindelijk 60.000 euro subsidiegeld in. Waarvan 10.000 euro voor vrijwilligers is en 15.000 euro vanwege city marketing. Oké, en ik weet niet hoe duur het hele feestje is eigenlijk. Hoe verhoudt zich dat? Nou, dat is 8-10% van de begroting. Oké, en de rest wordt allemaal door anderen bij elkaar gebracht? Ja. En dan hebben we het alleen over het gelddeel. En dan is er daarnaast ook nog heel veel partijen die om niet hun diensten ter beschikking stellen. En als we dat allemaal bij elkaar moeten optellen, dan wordt het bedrag nog veel hoger. Ja. Want wat is eigenlijk het belang voor de gemeente, ja, city marketing? Of is daar nog een groter belang? Nou, het belang is veel groter. Want wij hebben bijvoorbeeld een hele grote expat community. Je merkt in de expat community dat het aantal homo's aanzienlijk hoger is dan in een gewone doorsnee maatschappij. Alleen al omdat die homo's, makkelijker reizen omdat ze vaak geen gezin hebben en kinderen hebben en daarmee vastzitten. Dus makkelijker zeggen, ik ga naar het buitenland. Daardoor zijn ze daarover vertegenwoordigd? Je merkt dat de vertegenwoordiging hoger is. In ieder geval in mijn netwerk merk ik dat. Ik heb daar geen statistieken voor, maar dat gevoel heb ik. En je ziet dat het in die gemeenschap ontzettend gaaf gevonden wordt dat er een Roze Zaterdag, een soort pride is in Eindhoven. En dat we dat normaal vinden hier in Nederland. En dat ze daaraan deel kunnen nemen en dat het op straat kan en buiten. Dus het is, aan die kant werkt het heel goed mee. Het is heel goed voor het imago van Eindhoven. Niet alleen als city marketing instrument, maar ook als vestigingsstad. Als wij laten zien hier met elkaar dat je kunt zijn wie je bent en dat je welkom bent, wie je ook bent, dan heet dat mensen ook welkom. En als we ergens behoefte aan hebben in deze stad, dan is het aan creatieve mensen, aan technische mensen, aan mensen waarvan we willen dat ze hun talenten inzetten voor de stad en niet constant zich gedwongen voelen om in de kast te blijven of om wat dan ook zich maar aan te blijven passen aan een maatschappij die harder verandert dan dat wij ons eraan kunnen aanpassen. Ja. Ik zei in mijn introductie, u bent ook gemeenteraadslid voor GroenLinks. Dat zal nog wel meer tijd kosten dan de organisatie van de Roze Zaterdag. Nou, deze laatste dagen zijn vast heel druk natuurlijk. Maar, eerste keer dat ik u spreek, toch sinds het aantreden van het nieuwe college. Wat betekent het voor GroenLinks eigenlijk dat er nu eigenlijk nog een linkser college zit dan in de oude fris-paarse coalitie? Nou ja, voor GroenLinks, vorige keer hadden we een coalitie fris-paars. 4 coalitiepartners en een gedoogpartner, dat was de SP. Want zij hebben voor het coalitieakkoord toentertijd gestemd. We hebben nu een coalitie met 4 partijen, SP erbij, de VVD niet. VVD heeft overigens dit akkoord niet gesteund. Maar het is voor 75% gewoon een voortzetting van wat we de afgelopen 4 jaar hebben gedaan. En daar zijn we heel erg trots op. Onze wethouder, Leni Scholten, gaat door.
Op een portefeuille die voor ons heel belangrijk is, hè, de WMO, armoedebeleid en daar de decentralisaties van Wij Eindhoven. Dus wat dat betreft kunnen we daar die lijn doorzetten die we de afgelopen 4 jaar hebben ingezet. Dat was voor ons heel belangrijk. Daarnaast heeft GroenLinks in dit akkoord ook gewoon het duurzaamheidsstuk stevig kunnen verankeren. En daar zijn we heel erg blij mee. De hele coalitie onderschrijft dat. We gaan de luchtkwaliteit aanpakken in de stad. Daar leggen we veel meer urgentie op. Dus wat dat betreft denk ik dat we daar heel blij mee zijn met deze nieuwe coalitie. Ja. Gaat het lastig worden de komende jaren dat nu de oppositie veranderd is? Want in het verleden was natuurlijk de vorige coalitie was toch zo breed dat het heel lastig was om daar oppositie tegen te voeren. Een SP die het akkoord ondertekend had en een CDA wat eigenlijk ergens midden tussenin zit en toch nog af en toe kritiek probeerde te hebben. Terwijl er nu een VVD zit die er toch wel met een gestrekt been in gaat. Nou, ik vind de VVD eigenlijk nog best wel constructief in wat ze aan het doen zijn. Ze zijn kritisch, maar constructief. Als ik kijk naar het oude appel, dan vind ik dat ze er veel meer met een gestrekt been in gaan. Ja. Ik merk wel dat de toon af en toe veranderd is. Ja, want ook de VVD spreekt, die benadrukt wel heel sterk, alsmaar dat het een hele linkse coalitie is. Ja, maar dat is natuurlijk gewoon beeldvorming, want toen dat... zij het coalitieakkoord zagen, toen zeiden ze, het is gewoon voortzetting van het was, hier hadden wij prima onderdeel van kunnen zijn. En D66 is in hun ogen links als het uitkomt en rechts als het uitkomt. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook gewoon politiek. Ik denk dat de VVD heel erg blij is met de liberale, progressieve koers die deze coalitie inzet. En ik denk dat de VVD heel veel kan leren van hoe wij voor mensen zorgen. Ja, want het zit niet in hun genen om zo sociaal te zijn, zegt u dan eigenlijk. Nou ja, ik denk dat zij eerder uitgaan van eigen kracht en dat wat verder doorvoeren dan dat wij het over het algemeen zouden willen doen. Maar zit daar dan wel een radicale verandering met het vorige college? Nou, we zeggen wel hierbij heel duidelijk dat wij bijvoorbeeld bij participatiewetgeving ook heel erg willen uitgaan van het individu en niet alleen van de behoeften bij de werkgever. Mensen in de stad zijn net zo belangrijk en de talenten die mensen hebben, die zijn net zo belangrijk. We hebben bijvoorbeeld uitspraken gedaan met elkaar over wat wij een acceptabel minimum inkomen vinden van mensen. Dat we ook zeggen, op het moment dat dat gaat stapelen met allerlei eigen bijdragers en kortingen, dan vinden we het op een gegeven moment niet meer acceptabel. Mensen hebben een bestaansminimum nodig. Nou, dat zijn wel echt dingen die je terugziet in dit akkoord die anders zijn dan de vorige keer. Okay. Ja, maar dat is op zich in lokale politiek altijd wel een lastig punt natuurlijk. In hoeverre een gemeente verantwoordelijk is voor inkomenspolitiek. Nou ja, inkomenspolitiek ligt natuurlijk grotendeels bij de gemeente. Hè. De bijstand en al die voorzieningen die liggen bij de gemeente. Daarin heb je een wettelijk kader wat behoorlijk stringent is. En dan heb je een beetje marge in. En wij zoeken die marge wel gewoon overal op. En we zijn er heel trots op dat Eindhoven de sociaalste stad van Nederland is. Al jaren overigens, ook toen de VVD hier zat. En daar willen we graag blijven. Nou, dat gaan we de komende jaren dan natuurlijk scherp volgen wat er allemaal van terecht komt. Dank u wel voor dit gesprek nu. U dank voor het kijken naar Spotlight deze week. Volgende week zaterdag, dan zijn we natuurlijk weer in het weekend van de Roze Zaterdag. Dan zit hier zaterdagavond Peter Kent. Heel graag tot dan.